wat super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Anna en als je nieuw bent op dit kanaal, welkom en leuk dat je kijkt naar deze morning routine. In deze video ga ik je dus meenemen in mijn ochtend. Het is momenteel 7:45 ochtends en ik ben net wakker en klaargemaakt. En ik ga zo meteen eerst even een rondje met mijn hondje buiten wandelen. Meestal doe ik eerst mijn Bible study routine, ga ik dan wandelen. Maar omdat het vandaag zondag is en ik heb alle tijd en ik wil niet een haastig gevoel hebben van dat ik even snel mijn Bijbel moet lezen, dacht ik ga eerst even een rondje wandelen en dan even mijn chiazaadwater maken en gewoon worship muziekje op en vervolgens mijn Bijbel lezen. En ik ga jullie gewoon meenemen in heel mijn ochtend. Dus ik hoop dat je deze video leuk vindt. Is dat zo, dan zeker een blauw duimpje omhoog, vergeet te abonneren en op het belletje te drukken. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Ik weet dus niet waarom het licht in deze hoek van de keuken altijd zo erg slecht is, maar dat maakt niet uit. Ik ben in ieder geval weer thuis samen met mijn biertje en ik ga nu een matcha maken. Ik heb net al mijn chiazaadwater gedronken. De textuur is echt vreselijk, maar je bent eraan en het helpt heel erg goed tegen bloting. Dus vandaar dat ik het wel blijf drinken. En voor mijn matcha gebruik ik altijd deze Oatly Barista Edition Haveroat en gewoon matcha poeder. En dat doe ik dan gewoon bij elkaar in een opschuimer. En dat schuim ik dan vaak koud op en dat doe ik vervolgens in een glas met of zonder ijsklontjes. En ik heb dus nu dit nieuwe Nijntje glas en ik vind hem helemaal geweldig. Dus ik ga even mijn matcha maken en dan kunnen we beginnen aan mijn Bible study routine. Waarop ik mijn Bible studies doe, heb je maar één ding nodig en dat is een device. En als je deze video kijkt, heb je dat. Dus dan heb je in principe al alles om gewoon een Bible study te kunnen doen. Wat ik verder dan nog handig vind, is om de app YouVersion, soms heet die Holy Bible, te hebben. En ik zal eventjes laten zien wat ik er fijn aan vind, hoe het werkt en hoe mijn Bible study dan verloopt. Ik zal je zo meteen ook nog exact meenemen in hoe ik dat doe door middel van een voice-over. Dit is de app en als eerste begin je met een dagelijkse Bijbelvers. Een dagelijkse overdenking, die sluit aan op de Bijbelvers. En hier heb je nog gebedsinspiratie staan. En elke dag heb je dus een nieuwe Bijbelvers en ik probeer gewoon elke dag die vers sowieso te lezen. En het liefst doe ik ook nog de overdenking, zodat ik er gewoon wat bewuster over na kan denken. Daar staat ook nog een gebed bij en dus een hele dagelijkse overdenking en nog reflectievragen. Dus op die manier kom je echt gewoon in de stof als het ware. En ik vind het zelf een hele fijne manier, omdat het gewoon voor je uitgezocht is. En dan hoef je verder niet echt na te denken over wat je wil gaan lezen. Je kan altijd nog andere dingetjes erbij zoeken. Ik doe nu een leesplan van 21 dagen in Gods woord. En vandaag begin ik in het boek Efeze. En de afgelopen dagen heb ik dan bijvoorbeeld Galaten gelezen. Dus zometeen ga ik verder met dit leesplan. Dit is eigenlijk het enige wat ik gebruik. Hierin kun je ook markeren. Je kan er dingetjes bij schrijven. Er staat dus gebed in. Je kan echt van alles daarmee doen. En wat ik zelf nog fijn vind, is om een los schriftje te gebruiken en hierin schrijf ik elke dag ook nog wat dingetjes op. Ik zal je zo meteen ook meenemen in hoe ik het heb uitgezocht qua kleuren. En bij de Bijbelvers van de dag zoek ik ook altijd nog naar wat extra uitleg als die er is. Ik heb ook verschillende studiebijbels. Ik gebruik de laatste tijd heel erg graag deze. En hierin staat dus nog wat uitleg bij de Bijbelvers. En ik lees ook nog de Bijbel gewoon uit deze HSV-vertaling. En stel ik zie een mooie vers, dan markeer ik die ook hierin. En dan kan ik er eventueel nog bij journalen. En als laatste, voor mijn doop heb ik dus een boekje gekregen van mijn oma. Die heet Dichter bij Jezus. Dat is deze. En hierin staat ook elke dag een vers plus een stukje uitleg. En dat is net alsof Jezus tegen je spreekt. Dus ik vind het een hele mooie manier van schrijven. Dus dit is eigenlijk alles wat ik gebruik. Maar in principe heb je genoeg aan alleen een telefoon, tablet of laptop. Als eerste zet ik mijn telefoon in Bible study modus, zodat hij niet afleidt tijdens het lezen. En daarna zet ik mijn worship playlist aan. Mocht je een linkje willen, let me know, dan zal ik hem met je delen. En vervolgens ga ik beginnen met het opschrijven van de datum en de Bijbelvers van de dag op het whiteboard, zoals je hier ziet. En dit whiteboard zet ik op mijn bureau neer, zodat ik er de hele dag naar kan kijken. En ik schrijf de vers op in het Engels en in het Nederlands. En hetzelfde doe ik in het schriftje, waar ik zo meteen ook de rest van mijn Bible study aantekeningen in ga maken. Ook daar schrijf ik dus eerst de datum op en vervolgens de Bijbelvers van de dag in het Engels en in het Nederlands. Dan begin ik aan de overdenking. Die begint met de Bijbelvers van de dag, vervolgens de overdenking zelf. En daarna heb je een reflectievraag en een gebed die daarop aansluit. En ik begin met het lezen van de overdenking.
En dan ga ik op basis van de overdenking opschrijven wat me aansprak. Soms maak ik er een samenvatting van. Soms schrijf ik alleen bepaalde zinnetjes op. Of stel er komt een Bijbelvers in me op, dan schrijf ik die erbij. En ik kijk vaak ook nog even in de studiebijbel. Staat daar nog een uitleg bij die ik graag wil opschrijven? En dan schrijf ik dat gewoon op. En je hoeft dit dus niet per se in een schriftje te doen. Je kan dit ook in de app zelf als notitie erbij zetten. Of in je notitie-app, Notion, GoodNotes, whatever wat jij fijn vindt. En daarna ga ik verder met de reflectievragen. En mijn antwoord klik ik altijd gewoon aan in de app. En als laatste sluit ik dit stukje af met gebed. Dan begin ik aan het leesplan die ik aan het volgen was. Vandaag was het dus 1 Efeze. En lange stukken lezen vind ik zelf fijner om te doen in een normale Bijbel. Dus vandaar dat ik gewoon een Bijbel op papier erbij heb gepakt. En ik heb gemarkeerd wat ik zelf mooi vond. Als ik klaar ben met het leesplan, dan ga ik verder in dit boekje. Mocht ik wat moois hierin zien, dan schrijf ik dat op in het schriftje. En als laatste eindig ik mijn Bijbelstudie met gebed. Het is inmiddels 12:15 en dat betekent dat de ochtend voorbij is. Meestal ben ik wat eerder klaar met Bijbellezen en dan luister ik vaak nog een overdenking, een preek of een podcast. Vandaag luister ik naar Nieuwe Ogen en Nieuw Hart van een diaken en die luister ik op SoundCloud. Maar ik luister soms ook naar podcast of preken of overdenkingen dus op Spotify. En aangezien het einde van de ochtend is eigenlijk al voorbij, sluit ik bij deze ook de video af. Ik hoop dat je deze video leuk vond en misschien wat hebt gehad aan de Bijbelstudieroutine. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!